Problematischer erscheint mir der dortige Mangel an Brücken für unsere Panzerverbände. Der Weg ist einfach zu lang. Man scheint hier Pläne zu machen für eine Brücke. Zullen die ambtenaren uit Den Haag zijn voor die brug? Anton, Anton, we zijn er. Vol. Zeg, beste kerel. Wij moeten onmiddellijk naar de raadsvergadering, zeg. Ik ben zo terug. Dat zal je bezuren. Geniet jij nog maar van je baantje, zolang het kan, hè? Ja, kom maar. Rustig, ja. Ja. Hier. Kom. Kom. Ja. Kom maar. Hier, je plannetjes. Die brugoverspanning, die moet er helemaal niet komen. En ik zeg u ook waarom niet. Ten eerste, we weten allemaal van radio en uit de kranten van het normverval en de verwildering der zeden boven de rivier. Ja, lacht u maar. Maar het lachen zal u mooi vergaan. Ah, eerste standplaats, dokter. Ja. Dat een nieuwe dokter. Wat doen we met die westerlingen? Zijn schoonvader heeft de praktijk voor hem gekocht. Notaris in Breda. En u? Rijkswaterstaat, Den Haag. Komt hier een brug? Hier in dit stadje? Ze mogen zelf kiezen. Er naartoe, eromheen. Maar ja, u weet hoe dat gaat, hè? De socialisten zijn tegen, de middenstand is voor, de katholieken zijn tegen, de NSB is voor en de traditionelen zijn weer tegen. Dat zijn nu helemaal de zegeningen van het algemeen kiesrecht, dokter.
gek, hè? Dat je toch het meest houdt van het land waar je geboren bent. Ja, Utrecht. Excuseer, meneer Brenner, maar je kunt hier niet parkeren. Zet me even weg. Dokter, bedankt. Ja, mevrouw. Wie was die man? Oh, dat is Brenner. Dat is de man die de brug gaat bouwen. Bent u van rechts aangestaan? Ja, agent. We hebben een klein accidentje gehad. Heb je misschien wat vervangende kleding voor mijn collega? Oh, je bent in het water gevallen. De delegatie uit Den Haag. Medeburgers, ik heet de heren Stamans en Witse van het ministerie van harte welkom. Weg ermee! Ik zou een ieder, ondanks zijn eigen standpunt, willen verzoeken tot passend gedrag. Wij zijn hier vandaag bijeen in zaken een belangrijke beslissing voor onze gemeente. U weet het allen, de plaats van de brug over de rivier. Misschien mag ik een van de heren van Waterstaat verzoeken om ons daarover in te lichten. Geachte burgemeester, collegeleden, dames en heren. Het is u blijkbaar niet ontgaan dat ook wij in Den Haag niet over water kunnen lopen. Niettegenstaande doet het mij een genoegen u hier namens de minister een toelichting te kunnen geven op de plannen van het ministerie in zaken Rijksweg 14 in de nabijheid van uw gemeente. Nog in? Ja. Ik zet in elke kamer maar een doos. Ja. Een rat! Een goor rat! Wanda. Bij de baas blijven, hè? Wanda? Ja, Marieke, elke dag een paar uur rust. En als we dat gedonderd van vorige keer niet meer willen. Collega Meerding, welkom. Je ziet het collega zelfs op de dag van het zo welverdiende pensioen roept de plichten. Marieke, dat is de nieuwe dokter bij wie je ziel en zaligheid vertaald is. Nee, Marieke is in haar vierde maand en toen ze vorige keer zo ver was, kreeg ze een miskraam. Ja. Hallo, Louise. Welkom thuis in het moederland. Dank u wel. Ik zag je vader vorige week nog in de bos. Oh, ja? Ja, bij de Sint-Vincentiusvereniging. Ah ja, collega. Het verenigingswerk is een van de leuke dingen hier. Dat zal je nog wel merken.
Apropos, ik heb je plaats in het bestuur van de Harmonie geregeld. Hè? Oh, wat leuk. Hij is gek op muziek. Een ogenblik. Ik neem even afscheid van Marieke. Dag. Dag, van. Schat, even hier. Dat zijn studieboeken. De werkkamer van mijn man komt boven. Loesje, je hulpje komt morgen kennis met je maken. Treesje. Oh, en de pastoor wou met jou praten over de toneelvereniging. Ja? Oh. Ja! Nee. Nu de zaken, collega. Een borreltje erbij? Nou, het was nog wel laat gisteren. Ja, het afscheidfeestje veronderstellen. Kom, ga zitten. Maar dan heb ik een probaat middel tegen. Onze boeren brouwen het hier zelf. En ik kan je verzekeren, het werkt beter dan alle pillen en poeiers tezamen.